Een goed idee om de huidige situatie tot crisis uit te roepen. Zeker. Het is een van de goede ideeën die je toe zou kunnen passen. Waarom is het een goed idee volg volgens u? Nou, kijk, er zijn, je, je hebt lange termijn doelen die je na kan streven en korte termijn doelen. Het lange termijn doel is dat je het asielrecht, wat volgens mij voor de land als Nederland en voor heel veel westerlanden een groot probleem is, dat je daar iets aan gaat doen om dat in te perken. Daar zou ik zeer voor zijn. Alleen dat is een heel lang proces. Dat kan niet de korte termijn. Nee, want dan moet je meerdere verdragen op gaan zeggen en ook Europese regelingen en Europese verdragen aan gaan passen. Dus dat is een hele lange weg en dan moet je ook verschillende Europese partners hebben om dat samen aan te gaan ja. vliegen. Maar je moet ook korte termijn eh, doelen denk ik behalen. Um, en uh, ja, asiel is een probleem. Je hoeft het niet eens tot uh, crisis uit te roepen. Het is op zich een crisis en dan heb ik het niet alleen over de opvang, want dat loopt al vast, maar ook uh, het opvangen van asielzoekers is. De meest problematische vorm van uh, immigratie die er is. Maar wat helpt het als, je, als, je, als, je, als ze nu zouden afspreken? We spreken af, het is een noodtoestand of het is een crisis. Wat helpt dat? Nou, wat je, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, is um, uh, grenscontroles. He, dat is is onder Schengen, is dat mogelijk? Dat is eerder gedaan, bijvoorbeeld tussen de grens tussen uh, Frankrijk en Italië. En dat mag alleen bij een noodtoestand, als er een crisis is. <kwijnt> nou, ik ben geen jurist, laat ik dat even vooropstellen. Maar op het moment dat je een noodtoestand uitroept, uh, begrijp ik dat je ook meer. Uh, Mogelijkheden heb om tijdelijk de opvang te, te staken. Om echt dat mensen niet meer op te vangen. Te zeggen we zijn even gesloten, want er is hier een crisis. Voor zover ik weet, is dat mogelijk. Ja. Ja. Maar goed, je zou het aan de jurist moeten vragen om. Ja. Mevrouw uh, Schroel, u haar bent ook leraar in migratiegeschiedenis. Helpt het als je het tot een crisis verklaart? Nou ja, ten eerste is het punt of het wel een crisis verklaard kan worden. Want het is meer een dijkdoorbraak of een oorlog, wanneer het een crisis kan worden genoemd. En ja. dat is dit niet. Wie bepaalt dat? De overheid. Maar dan, het kabinet dus. De, ja, ja, maar daar zitten wel criteria aan. En het criterium om, om dit een crisis te noemen is een dijkdoorbraak of een oorlog. En niet het aantal asielzoekers. En het aantal asielzoekers is bovendien ook helemaal niet zo heel erg hoog als je het vergelijkt met 2015 of de jaren negentig. Dus als je, stel dat ze het uitroepen tot crisis, dan kan iemand naar de rechter stappen. En die rechten zeggen: dit is geen crisis. Ja, dat is niet uh, iets wat hout gaat snijden. Nee, dus dan je heb je die, die snelle maatregelen die je eventueel kunnen nemen, zijn dan weer van tafel. Ja, en bovendien is het heel tijdelijk, want dan kun je zeggen: nou ja, twaalf weken en daarna uh, is het weer crisis voorbij. En dan zitten de mensen die die twaalf weken hebben zitten wachten, zitten daar nog steeds te ja, wachten? of die zijn